jammer vind, is dat de teleurstelling al ingebakken is. Want als hij ooit gaat regeren, en volgens mij als je een grote partij bent, veel aanhang hebt, goed... Ja. Goed voor de democratie, maar moet je een keer gaan regeren. En dan zal de teleurstelling komen. Daar krijgt Geert Wilders de kans niet voor om te regeren. Oh, jawel. Want de partijen willen niet met hem. Er is geen partij die met hem wil. Als ik het even mag zeggen, het allerslechtste wat we kunnen doen is hem in een soort cordon sanitair dwingen. Hè? Want daar zit hij heel graag in. Hij zit heel graag van niemand wil met mij spelen. Ik wil elke dag met hem in de zandbak spelen. En ik weet heel veel politici die het debat met hem aan willen gaan. U maakt er een parodie van. En dan heb je een... Ja, dat is niet leuk. Dit is gewoon niet meer serieus nemen, want u maakt er een parodie van. Het probleem is niet dat hij alleen maar op de islam zit te spijkeren. Dat hij het debat aangaat. Dat wil ik vragen. Ik heb u niet bij de bijeenkomst in Waddinxveen gezien. Wat is daar behandeld? Het is denk ik een tiende geweest over de islam. De rest is zorg geweest, belasting. Maar mag ik daar... Toch eens vragen. Zorg en belasting. Korte reactie. Nou, kijk, dat hoor ik wel vaker bij PVV-aanhangers. Hij is breder dan alleen de islam. Dat is waar. En de media geven dat geen aandacht. Maar we moeten niet vergeten dat Wilders de media maandenlang in spanning heeft gehouden over een film die ging over de islam. Over de gevaren van de islam. Dan is het ook niet zo heel raar dat mensen vervolgens zeggen van... Het gaat wel heel erg over die islam. Dus... Gaat u naar die bijeenkomsten van hem toe trouwens? Nee. Moet je wel doen toch als politicoloog? En ik ben ook in Friesland geweest, in Sloten. Nee, maar nog even, waarom gaat u niet? Ik ben er tot nu toe nooit geweest omdat ze ten eerste niet in de buurt waren. En ten tweede heb ik niet het idee dat er zo'n open uitnodigingenbeleid is. Nog even een vraag over dat sociale beleid, Frans de Leef. Is er onvrede op een aantal terreinen, onderwijs, zorg? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ziet u dat Wilders goed... Ook dat deel van de onvrede. Onvrede over de bankentop. Onvrede. Er zijn te weinig handen aan het bed. Noem het allemaal maar op. De bejaarden liggen te lang in hun vieze luier te wachten tot de verpleegster, omdat er geen personeel is. Ja, dat is een fout van de overheid, denk ik dan. En hij speelt er handig op in. En dat doet hij ontzettend clever. Maar hij loopt natuurlijk al heel lang mee. Dat deed Pim Fortuyn ook. Waarom zegt u had u ook op Pim Fortuyn gestemd? Ja, dat dacht ik al. Zou u ooit van zijn leven... Ik had graag gezien dat Pim Fortuyn premier was geworden van dit land. Had ik graag gezien. Want ik had hem al naar de Verenigde Naties of naar de Verenigde Naties zien gaan. In zijn jacket weer. Als een leuke valse nicht met twee hondjes erbij. Hallo jongens, hier ben ik. Een opening, een eyecatcher voor de hele wereld. Hoe tolerant zijn wij in Nederland? We hebben zelfs een homoseksueel. Dat was een hele intelligente man. Tuurlijk, hij heeft de studiefinanciering voor elkaar gekregen. Maar je kon heel moeilijk met hem samenwerken. En die indruk heb ik met Geert Wilders ook. Heel moeilijk met hem samen te werken. Weet je wat het hier is? Ik weet het niet. Links praten en rechts vangen. Links praten en rechts vangen. Zo is het hier. Dat snap ik niet helemaal. Ja, nee. Meneer bedoelt dat er veel zakkenvullers zijn in Nederland. Zakkenvullers, ja. Die hoort zijn u dat in uw Haagse Volkswijk ook? Ja, natuurlijk zijn er zakkenvullers. Ik bedoel, kijk maar om je heen. Ik bedoel, de afgelopen tijd met de banken. Die worden overgenomen door de regering. En er worden overal bonussen weggeschoven. En als je Geert Wilders heet, dan hak je daar makkelijk op in. Pak je dat even mee. Dan loop je ook uit. Weg uit de Kamer als er een crisisplan ligt. Alleen snap ik dan niet dat de hele oppositie niet meeloopt. Want dan is zijn statement meteen teniet gedaan. Want het was subliem... Perfect. Perfecte handeling. Sublieme actie naar meneer Van Geel. Okay. Opstaan en weglopen. Die stonden al klaar, de rest van de fractie. Dus ze hadden het van tevoren afgesproken. En dat maken ze driftig gebruik. Nee, het was niet afgesproken. Alles was klaar. Nee. Ik blijf even zo zitten, want dan kan ik wel een verhaal verder gaan. Ze hadden allemaal moeten stappen. Hij heeft drie PVV'ers tegen zich. Dat is voor mij het moment om even aan de kijker die later inschakelt rondom 10 over Geert Wilders. Ik wil het hebben over de extreme vergelijkingen. Vergelijkingen met grote symbolen van het kwaad. Vergelijking met Hitler, met fascisme, met extreemrechts. Die vergelijkingen maken duidelijk dat een deel van Nederland echt bang is voor Geert Wilders en zijn gedachtegoed. En door hem in de hoek van het kwaad te plaatsen, proberen die mensen die bang zijn Wilders het werken onmogelijk te maken. Nou, de Rotterdamse advocaat Haroun Raza, we hoorden hem al, bestrijdt de voorman van de Partij voor de Vrijheid te vuur en te zwaard. En hij probeert Wilders veroordeeld te krijgen wegens haatzaaierij. Haroun Raza, bent u nou niet bang dat door die aanklacht die u heeft ingediend, dat Wilders juist meer sympathie en aanhang verwerft? Zou het niet averechts kunnen werken? Dat denk ik niet. Ik heb het ook vaker gezegd. Geert Wilders is een superslimme strateeg en een politicus. En als dit niet de aanleiding was geweest voor meer stemmen, dan had hij weer een andere gestoorde uitspraak gedaan om meer stemmers, meer aanhangers te krijgen. Dus het was hem toch wel gelukt. Dat denk ik. Dus, maar uw actie zal niet tot meer aanhangers bijgeven? Dat zou kunnen voorlopig, maar we zijn nog niet aan de verkiezingen toe. Dus we zullen zien hoe het op dat moment is. Klopt. Mag ik er wel even op reageren? Nou, ik wil één vraag nog aan hem stellen. Klopt het dat u Wilders ook vergelijkt met Hitler? Dat is correct.
Op wat voor de man, wacht even, ik wil even... Lieberman. Hitler verantwoordelijk voor de dood van 6 miljoen Joden. Heb ik niet gezegd. Dat heeft hij niet gezegd, maar dat zegt ik. Ja. Gaat die vergelijking... Schiet dat niet helemaal zijn doel voorbij, nee, dat soort vergelijkingen? Ik heb in dat interview, dat was een interview in het AD, uitgelegd... dat mijn vergelijking voornamelijk zag op de opkomst van Hitler... in tijden van grote economische moeilijkheden... in tijden waarop mensen antwoorden zochten... in tijden waarop er sprake was van grote populisme, net zoals nu in Nederland. En dat was het punt van mijn vergelijking. En niet, natuurlijk niet, met het uitmoorden van 6 miljoen Joden... waar ik me wel zorgen om maak, is wat hij doet als hij eenmaal... want dat gaat, ik hoop het niet, maar dat kan gaan gebeuren... wat hij doet als hij ooit inderdaad aan de macht komt. Want al die statements over grensdicht islamieten eruit... ik ga er waarschijnlijk uit. Nee, zo zie ik het. Zo hoor je het. Nee, want u hoort hier. Ik vind dit een heel extreem verhaal. Eerste reactie. Heel extreem. Ik denk, eerste reactie van u. Dit is echt ik denk gewoon. Wat mijn linker of linkse buurman doet met die aanklacht... is eigenlijk het domste wat je kunt doen, het slechtste wat je kunt doen. Als hij Geert Wilders wil bestrijden, moet hij dat vooral doen... moet hij de politiek ingaan. Vooral een hele linkse partij. Ja, maar dat ben ik niet. Ik ben geen politicus. Ik ben jurist. En verder, als hij een aanklacht... even los van een vergelijking met Hitler die ik... volstrekt buiten alle perken vindt. Ook trouwens in de context zoals meneer Raadstaat uitlegt. Je maakt het daarmee alleen maar nog bijzonderder. Je maakt historische, hele rare vergelijkingen. Hij heeft heel veel woorden nodig om het toe te lichten. Dat is al nooit goed. Maar met die aanklacht beledigt hij in ieder geval... honderdduizenden mensen die op dit moment achter hem staan... in de peilingen zeggen van... ik vind Geert Wilders dat hij iets goed zegt. Ja. Los van of ze echt met alles van hem eens zijn. Ze willen een signaal afgeven... En met dit ik soort wil graag een reactie juridiseren is nooit op. Mijn doel is om ervoor te zorgen dat mensen, zoals de mensen die hier gelukkig van nou ook hun mond durven opentrekken, om die mensen aan het denken te zetten. Want dat gebeurt veel te weinig. De reden daarvan is dat de gevestigde politiek daar het lef niet voor heeft gehad. Om daadwerkelijk Wilders met Wilders het debat aan te gaan. En daarnaast het feit dat Wilders, en ik zeg het gewoon zoals het is, te laf is... om open hier het debat aan te gaan... en alle aantijgingen die aan zijn adres worden gedaan, die te beantwoorden. En dat is een valse beeld, niet van mij. Denk jij dat rechters in dit land, en die heb ik allemaal heel hoog... maar die denk ik niet dat zij vertegenwoordigen wat de bevolking wil... denk jij dat rechters nou daar een goed instrument voor is... een rechter om daar uitspraak in te doen? Jazeker. Ik denk dat is ik echt vind, aan de politiek. Nee, dat ga ik u nu uitleggen. De reden waarom ik toen, en dat gaat over een aangifte... welke is gedaan is in 2007, dat is iets heel anders geweest. De reden waarom ik toen... Aangifte bij het OM, toen ben je naar het gerechtshof gegaan... nu zegt het gerechtshof dat het vervolgen. OM juist. Wilders moet gaan vervolgen... op het feit of hij wellicht haat gezaaid heeft. Correct. Ja? Correct. De reden waarom ik dat toen heb gedaan is het volgende. Ik zag dat hij dingen zei die nog nooit eerder in Nederland waren gezegd. En ik zag dat men en de gevestigde politiek voorop... daar verder niets mee deed. Men ging het debat met Wilders niet aan. Men durfde dat niet aan omdat men bang was, omdat men laf was... om een eigen electoraat te verliezen. En in dat kader heb ik gekeken naar de jurisprudentie in de wet... Ja. Waarin overduidelijk staat dat datgene wat hij zei strafbaar was. En ik vond dat als advocaat en als mens mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid... om inderdaad aangifte te gaan doen. Dat is de achtergrond geweest van die aangifte. En Wilders is je heel dankbaar, denk ik. Prima. Kijk eens wat er gebeurd is daarna. Nogmaals, hij zal toch voorop... gaan staan in de peiling, omdat uw partij en andere partijen daar niets tegen doen. Omdat hij het debat ook niet mee aangaat. Correct, en u zorgt er niet voor dat u met hem in debat komt. En als je hier ziet, zijn er inderdaad geen politici. Verder geen politici, ja, een wethouder uit Venlo, maar dat is een mooie stad. En vicevoorzitter van de VVD. Ja. En maar de politici inderdaad op dit moment kunnen niet met hem in debat gaan. Ga naar Amerika. Ga naar Los Angeles. Breek in die bijeenkomst. Wat heeft Wilders volgens u verkeerd gezegd? Want daar ben ik heel benieuwd naar. Er zijn... Want ik weet niet, ik ken hem niet, ik weet het hele verhaal niet. Als u dat kort schetst, geef 1, 2...